Vrij normaal om dit zo te doen, maar voor ons is het wel ja, smullen. Waar het niet dat het zo'n trieste aanleiding is, natuurlijk vandaag. Maar dit is Gabi Kamouti, hij heeft een dagelijkse show, een uur lang. En hij is zich nu verkleed als piloot van Egypt Air. Maar in de eerdere uitzending, bijvoorbeeld toen, heel triest, toen Egyptenaren in Libië werden onthoofd, natuurlijk door IS. Trok hij een oranje overal aan, een uur lang in de studio. Hè. Dat soort dingen doet hij. En dat wordt kennelijk toch gewaardeerd, dus? In Egypte vindt men dat niet zo vreemd omdat wij dat vinden. Ja, sommigen wel, maar blijkbaar kan dit allemaal gewoon. Nou, laten we even naar een fragment kijken. اللي تاخذوا في المظاهرات ظلم، وفي بعض الشباب برضه محكوم عليهم ظلم، وفي بعض الشباب كده اتاخذوا في الرجلين، وفي في شباب كتير قوي مظلومين. واحنا والرئيس قبل كده قال انا عارف ان في ناس وراء القضبان مظلومين. بس التحرك في ملف الحريات بطيء يا سياده الرئيس. التحرك في ملف الحريات بطيء. واحنا بنتكلم عن المشاكل اللي احنا فيها دي، سواء اللي موجود في الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي، والبحث جاري عن مباشر كده عن الطائره المصريه المفقوده. Wat hij eigenlijk doet vanavond is, hij somt allemaal problemen op die Egypte heeft. En ja, wat je nu ziet is dat mensen toch wel heel teleurgesteld zijn in hoe Sisi de zaken regelt in Egypte. En dat eigenlijk aan alle kanten misgaat en fout gaat. En hij gaat nog verder met, er is heel veel corruptie enzovoort enzovoort. Ja, ik begrijp wel dat hij zegt van het gaat slecht met allerlei mensen in allerlei segmenten in onze samenleving. Ja. Maar ik begrijp ik mis geloof ik het Egyptische humorgen om te begrijpen wat het te maken heeft met dit toestel vandaag. Nou, wat hij bedoelt, er zijn zoveel problemen en er wordt helemaal niks opgelost. Egypte ja, gaat eigenlijk enorm naar beneden. Hè? Want, Egypte is dat toestel. Dat zou je kunnen zeggen, maar nou, wat hij ook bedoelt is al die tegenstrijdige berichten vandaag. Hè? De Egypt Air zei dit en het leger zei dat. En toen werd het weer door een andere instantie ontkend of door dezelfde instantie ontkend. En die persconferentie hebben jullie vast ook gezien. Dat was één grote puinhoop om eerlijk te zijn. Het komt chaotisch overal. Het is chaotisch. Ja. En Egyptenaren moeten maar hopen dat ze ja, snel erachter komen wat hier aan de hand is. Maar wat hij ook wil zeggen is... Er worden zoveel mensen onschuldig gedood door het regime, vastgezet enzovoort enzovoort. Dat zet ook heel veel woede in die samenleving op. En heel vaak als je terroristische aanslagen hebt in Egypte, noemen ze dat ook als reden waarom men zo boos is op dat regime. Zeg maar. Dat is ook de link. We weten nog niet of het een aanslag is. Het kan ook een technisch mankement zijn, maar... Oké, okay. Ja. Ik zou eigenlijk zeggen, misschien moeten we het gewoon even bij laten dan. Anders blijven we zo zoeken. Het blijft speculeren. Als we iets horen gedurende dit programma, dan gaan we daar natuurlijk nog even over doorpraten. Vind je het goed? Ja. Heel verstandig. Ik ga praten met Maria. Ja, het gaat gebeuren. Ja. Maria, jij hebt meegewerkt aan een documentaire gemaakt door Hetty Nietzsche en Danielle van Wieshout. Ja. Enkele reis naar het kalifaat heet dat. En dat gaat over familieleden van Syriëgangers en die worden daar geportretteerd. Mensen die achterblijven, terwijl een broer of een zus